Waar ga je vandaag naartoe? Naar turnen. Turnen. Het is zaterdagochtend en het is turnochtend. Vandaag turndag, hè. Ze hebben van de turnen een speciale verenigingsdag of zo. Dus gaan we doen. 'S Ochtends zijn er clinics van 10 tot 1. En dan mag ze vanavond in disco zwemmen. Dus als ze even de vlog openen, want we hebben haast. Echt, je kan zien, ik heb een mooie sweaty. Maar hij look cute, though. Jij ziet er ook cute uit. Strike a pose, strike a pose. Ben je er klaar voor? Ja. Let's go. Ik heb een tasje mee. Rukkes schooltasje. Even nog drinken in doen. Mijn telefoon mee. En dan gaan we van 10 tot 1. De andere kinderen blijven thuis. Met één keer volgens mij twee zitten. Ja. Always here. Dus ja, ik neem mijn portemonnee mee. Telefoon, oordopjes, drinken. Want het is 3 uur lang. Wacht. Hey. En ik weet niet wat de bedoeling is. Ik weet dus niet of we erbij moeten blijven. Of ze gewoon een soort van clinics krijgen. Of het gewoon een soort van lange tourles is. Met speciale dingen. Ik weet het niet. Maar hoe dan ook moet ik wel heel even nog de stad in. Omdat we een taart moeten halen voor Logan. Ik heb een taart besteld en we vieren morgen Logan zijn verjaardag. Want hij is 9 geworden, hè? We hebben dezelfde hairstyle. Zie je? Allebei mini staartjes. Dus dat gaan we vandaag doen. Dus ja, drukke dag. Eerder weer terug en is het 2:30. En dan moeten we om 4:05 eten. Want dan moeten we om 5:30 of zo moeten we weer gaan. Dezelfde plek terug. Omdat je dan disco zwemmen hebt. Oké, dat was echt super anders dan we hadden bedacht. Brooke zei zelf, van, nou, het is gewoon een soort van hele grote turnles. En dan gaan we daar nog spelletjes doen en zo. En we moeten echt naar een hele andere zaal. Echt zo'n echt mega grote hoge trampolines. En hele lange rijen met allemaal spullen die je kan kopen daar. It's weird. Dus het is echt een soort van promotiedag of zo. Mega groot. Ze mochten geen drinken mee naar binnen nemen. Niet de telefoon, armbandje of zo. Echt alleen maar in de sportpakje en go. En ouders worden ook niet, mogen niet blijven of zo. Nee, dat mag normaal gesproken bij de les ook niet. Dus, maar ik vind het wel een beetje awkward eigenlijk. Dan denk ik, ja, oké, en nu? Ik kan dus in principe op en neer rijden. Dus ik denk dat ik de stad in ga en het taartje haal van Logan. En dan ook maar even langs de Action. Want ik bedacht me op de weg hier naartoe dat Logan maandag zijn kinderfeestje heeft. En dat ik daar nog wel tasjes voor heb, hè. Van die uitdeeltasjes, zeg maar. Maar nog niks voor de in. Dus ik denk, dat ga fixen. Ik kreeg van Pascal een berichtje roomboter. Ja, en dan ga ik maar naar huis. En dan wacht ik dat als ze terug is of zo. Want ik dacht, ja, dan ga ik weer om Carpentaal of zo hier naartoe. Awkward. Oké. Okay. Winkie je kind kwijt. Nu ga je bij. Ondertussen is het 11:55. Ik voel me echt een soort van legendessyndroom. Ik ga alleen door de stad heen lopen. In het weekend dat je kinderen hebt. Ik kwam zojuist thuis en ik riep hoi. En de enige die reageerde was volgens mij Fleur. Die zei hoi. Die zit ergens boven. Helemaal beneden is leeg. Niet dat het is opgeruimd of zo. Ik bedoel, het is geen spook. Het is zat of zo. Maar het voelt meer een beetje als Chernobyl. Als zo achtergelaten en zo. Dat is meer. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Even brood eruit halen. En ik voel dat de jongens gewoon ergens boven van kamer zitten. En dat niet eens geworden met het binnenstap. We gaan even lunchen. Ik ben in de tussentijd bij de Action en bij de Hema geweest. Ik ben ook wel andere winkels ingelopen. En ik heb hier en daar wat broeken gepast en dingen gedaan. Maar ik kon niet slagen. Soms heb je dat je ook gewoon niet echt lekker van je geld af kan komen. Dat had ik vandaag. Ik denk, nou, kan je een keer lekker op je winkelen? Nee hoor. Het is een beetje jammer. Ik zal zo laten zien wat ik heb gekocht. Dus voornamelijk voor van de Action en de Hema. Een beetje spullen voor die kinderen. Dus misschien vind ik dat wel interessant. Zal ik kijken of ik daarna het even tijd heb. Anders doe ik het als ik Brooke heb opgehaald. Even een kleine shoplog. Eerst even zorgen dat de tafel leeg genoeg is. Dat mensen allemaal kunnen eten. Help je. Moet ik een stukje vooruit rijden? In een mini doosje. Hoe ziet hij eruit? Oh, lekker. Lekker even wat snacken. Ik ben ook goed bedeeld, want ik heb lekker een white chocolate, white mocha, ijzer koffie of zo heet het. Nou, en joh, het ziet er nog geweldig uit. Gaan we lekker. Gaan we nemen. Nu alle kinderen onder de pannen zijn, heb ik even een beetje om te zitten en te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Op dit moment zijn de kinderen boven aan het spelen met mijn sportspullen. En met mijn sportspullen bedoel ik mijn krachttraining equipment. Ik heb een barbell en
zo'n workout bench en dat soort dingen. Dat ligt allemaal boven. En daar spelen ze eigenlijk best wel vaak mee. En ze zeggen altijd, oh nee, dat mag niet, daar moet ik bij zijn. En dan moet je afblijven. En die zei ik van, wat zijn jullie aan het doen? En toen was het even stil, want we zijn aan het sporten. Dat mag op zich wel, maar als je niet weet hoe iets werkt, doe voorzichtig. Als je niet op kan tillen gelijk, don't do it. Dus, maar af en toe hoor je dus nou de bang. De rest van het sportspul ligt overigens gewoon hier. Waarvan ik denk, dat zou je wel makkelijk kunnen tillen als dumbbells. En die ging yoga matje erachter. Want ik volg het Newborn Fit Mama programma. Bikini Beach Body nu. Het is 4 dagen in de week voor de zomervakantie. Dus dat kan ik gewoon hier op de laptop doen. Zet de laptop daar neer. Maar anyhow, dat is niet waarom ik de camera aanzetten. De camera zette ik aan omdat ik ging laten zien wat ik allemaal in de stad had gekocht. Ik ben even langs de Ethos geweest. En wel voor mijn wimpers. Want deze zijn erg spiky nu. Dus wel, zijn wel dezelfde als deze. Maar als je ze dan te vaak draagt, dan gaan ze samen klonteren. En mijn wimpers zijn nog niet hersteld van de wimper extension fase. Dus ja, ik draag ze nog wel steeds. Ik heb even 2 setjes. Daar kan ik weer een week of 2, 3 vooruit. Ik heb pluggies voor kids. Logan die heeft sinds deze week een oorontsteking. Hij had al een beetje een vies oor, een beetje een prut oor. Al die druppels voor 2 weken geleden gekregen. En toen de druppels opraten was het nog niet over. En toen bleek hij een volwaardige ontsteking daar te hebben zitten. Of een bacteriële infectie eigenlijk. Dat is wel op kweek gezet. En in de tussentijd krijgt hij antibiotica. Lang verhaal om te vertellen dat ik aan het wachten was. Totdat hij hersteld was in zijn oor. Om oor op te laten aanmeten via de gehoorwinkel. Maar het gaat allemaal niet zo lang duren. Dat ik verwacht dat hij pas over 1,5 week met zijn oor schoon is. En is al zomervakantie. En als je dan nog moet gaan aanmeten en dan nog een week moet wachten op die, dan is de zomervakantie bij mij bijna allemaal voorbij. Dus ze gaan het met deze doen. Om zijn oren te beschermen voor verdere waterprut in zijn oor. Lang verhaal kort. Hij heeft hiervoor wel aangemeten oren op gehad. Maar goed. Nu gaan we deze proberen. Dat was bij de Ethos. Toen ben ik ook nog langs de HEMA geweest. Daar zag ik deze geweldige scrunchies. Dit is een beetje vliesmateriaal, zeg ik dat goed? Zet het erop wat dat is voor materiaal. Scrunchies sets van 7. Polyester. Nou, dat is voor als je de Curly Girl methode voert helemaal prima. In allemaal leuke kleurtjes. Hoe cute is dat? Ik vond het echt briljant. Wat heb ik verder nog bij de HEMA gekocht? 8 kaartspellen. Dat lijkt echt superveel, maar dat gaan we in Logan's uitdeelzakjes doen. Ik hoop echt dat jullie hier niet te veel last van hebben. Ik hoor echt allemaal de ringen van om mijn barbel en zo heen de hele tijd. Maar goed, ik heb dus kaartspellen gekocht voor in zijn uitdeelzakjes. Hij viert maandag zijn kinderfeestje. En dan kunnen we, zeg maar, een pakje. Er zitten er 2 in zo'n dingetje. Kunnen we doen. Hij heeft in principe... Maar goed, ik heb dus kaartspelletjes ook gekocht omdat Logan maandag zijn kinderfeestje viert. En dan kan ik dat in zo'n uitdeelzakje doen. Dus dat is dan ook cute. Dat was bij de HEMA. En ook bij de Blaas. Hij heeft in principe, ik geloof, 7 kinderen uitgenodigd. En dan is hij er zelf bij. En zijn zus is er ook bij. Dus we hebben een heleboel bij de Blaas. Ik zit er denk ik nog wel meer ergens in. Maar bij de Blaas. En dat was het dan voor de HEMA. De rest is allemaal van de Action. een heleboel. Ik heb deze. Dit zijn een soort van XL Splash Balls. Het is een soort van een soort waterballon geval. Een soort van loofah of zo. Denk ik dat idee is het een beetje. En dan ga je dat nat maken en dan aan elkaar gooien. Ik dacht ideaal. En nog een verdwaalde water. Bij de Blaas. Mouwrams voor in de uitdeelzakjes. Smarties. Die we erin hebben. En die komen we zo wel tegen. Smarties voor in de uitdeelzakjes. Dit is een beetje random. Wafelpoppetjes. Hij wou een Spiderman taart. Maar ik kon dus geen Spider-Man poppetjes vinden. Meestal hebben ze die wel. Want ik heb dan gewoon een taart van de HEMA gekocht. Heb ik overigens net zien, dus die heb ik dus ook opgehaald bij de HEMA. En dan zijn van die drip cakes. En dan heb ik zeg maar een wat grotere van chocola. Die
chocolade drip cake. En daarbovenop een red velvet groene drip cake. En ik dacht, dan zet ik daar dan een Spider-Man poppetje op met wat kaartjes en zo. Maar die hadden ze niet. Maar ze hadden wel Captain America, Iron Man en de Hulk. Dus ik dacht, kan je kiezen welke drop van kan een combinatie daarvan maken. Ik heb kauwgom voor in de uitdeelzakjes. Deze zijn echt mega goedkoop. Die zijn er 5 voor. 99 cents. Dus ik zat echt, dit is echt een win. Gaan we doen. Ik heb van die Ploppets. Deze. Dus op een of andere manier komt dat nog steeds net. Dus dan, dit is het idee. Enig. Nou, daar heb ik er dus ook 9 van. Een slimme opletter heb ik inderdaad maar 8 kaartspellen. Maar omdat Lola en Burke hier samen wonen, dacht ik. Nee. Een heleboel, allemaal van dezelfde. Nog één. Nog eens meer Smarties. Sokken. Voor de kinderen. Dit is maat 35 tot 38. Dus dat is voor Fleur, Mees en Logan. Die hebben allemaal tussen de 35, 36 en 37. Dus deze. Ik had, ach, nu ik dat bedenk, dit zijn 3 paar. Ik had er nog wel eentje kunnen meenemen. Nee. En die hoes. Dobbelstenen. Omdat ik heel veel spelletjes die met de kinderen spelen, komen dobbelstenen tekort. Dus ik zag ook deze. En dacht, leuk, dan kunnen we gaan jatseen. Heb ik er 1 van meegenomen? Ik heb er 1 van meegenomen. Nog zo'n dingetje. En een large cooling mat. Ik ben benieuwd. Dit is wel voor een large hondjes. 60 tot met 80. Deze koelmat zorgt ervoor dat uw hond tijdens deze hete zomerdagen kan afkoelen. Blablabla. Maar goed, anyhow's. Dit heb ik eerder gehad, maar dan de puppy variant, of de kleinere variant. Toen Boris echt nog een puppy was. Want toen was het ook ineens in de zomer heel warm. En toen was ik daar heel erg mee bezig. En toen dacht ik, oh, dat is handig. Die heeft hij opgefroten. Dus dat was geen succes. Nu wordt het van de week maandag, dinsdag vooral, maar eigenlijk begint het dan morgen mega warm weer. Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer proberen. En misschien vindt Donna het wel wat. Dus al met al was het bij de Action €44,14. En dat is dus, nou ja, meer dan de helft is eigenlijk gewoon voor logische kinderfeest. Dus dat was alles wat ik vandaag gekocht heb en van de week al besteld had voor het kinderfeestje van Logan. Ik ga nog even alles een beetje opruimen. Alvast de zakjes een beetje vullen. En even boven kijken bij de jongens. En mijn was. En dan gaan we op tijd eten. Want Brooke heeft dus vanavond disco zwemmen. En dan gaat Mace mee. In principe zou Logan meegaan. Maar ja, die zit met zijn oor. Die heeft die oordingen. Heeft hij overigens antibiotica voor? Ik weet niet of ik dat heb gezegd. Maar die zit dus ook aan antibiotica. Dus dat gaan we vanavond doen. Ik merk dat nu, ondanks dat corona eigenlijk nog niet helemaal weg is. Heel veel mensen in onze omgeving hebben het wel. Dat alle sociale verplichtingen gewoon nu echt alweer helemaal opgepakt zijn. En in vol ornaat weer in de agenda staan. Want alles draait tegenwoordig om sociale dingen. En de kinderen zijn ouder als toen voor corona. Voor corona was Brooke, ze is nu 7. Ze zijn maar 4, bijna 5. En Loan, nou ja, dan zijn we 6, 7. En we hebben nu een tiener in huis. Dus die is nu bijvoorbeeld ook weg. En die komt dan wel thuis eten. Maar dan gaan ze dan ook weer de hort op. Ja. Ik heb het gevoel dat ik echt alleen maar een soort van taxichauffeur nog meer aan het spelen ben. En dat de weekenden zo propvol zitten dat je eigenlijk überhaupt je eigenlijk niet hoeft te vervelen. Dus die 1,5 uur die ik nu heb voordat we moeten gaan eten is echt wel zo gevuld. Het is echt bizar. Bizar. Change of plans. Ik was net buiten. Ik was niet buiten. Ik had het wel buiten kunnen doen. Ik was net boven de was aan het ophangen. Toen kwam Pascal van, hebben jullie zo even tijd om mij te helpen? En met jullie bedoelde hij mij en de jongens. Hij heeft namelijk zijn haspel aangezet vanochtend. Deze haspel zo'n watersproeier over het land. En die is als het goed is nu aan. En dan mag hij opgeruimd worden, want dan heeft iemand anders hem nodig. Moet hij vanavond naar degene met wie hij hem deelt brengen. En dat is best wel veel werk om dat allemaal leeg te halen. En hoe meer handen, hoe beter. Dus ja, als we nou even met z'n allen kunnen doen, dan kan jij met mijn bus. En dan daarna met de verrijker. En dan doen de jongens de buizen los. En dan doe ik de buizen wel in de verrijker. Zoiets. Dus, nou oké, okay. Dat ga ik wel mededelen en niet vragen aan die jongens, want elke jongen wil dat. Dus hij gaat nu kijken of dat de haspel aan is en dat hij opgeruimd kan worden en dan kan ik hem helpen. En tot ik dat telefoontje heb gehad, ga ik me eventjes verder opruimen. Want het
voelt soms echt alsof mijn huis ontploft is. En er valt ook gewoon met 4 kinderen en een man die in en uit loopt gewoon niet op te ruimen. Het is gewoon niet te doen. Het is niet dat ik vanochtend mijn aandacht niet helemaal aan kant had, maar... Ondertussen bijna 11 uur en zijn we weer thuis. Kindjes liggen lekker op bed. Ze waren echt tot 9 uur aan het zwemmen geweest. Dus ze hebben het super naar hun zin gehad. Maar ze hebben op de terugweg Fleur opgehaald. En toen hebben we nog even hier beneden gechilled. Alle kindjes douchen. Tandjes en naar bed. En toen heb ik nog het laatste stukje van de film afgekeken. Die ik was begonnen toen de kinderen aan het zwemmen waren. Maar dan was ik ook alvast aan de vlog van vandaag begonnen. Dus alle clipjes al bij elkaar zetten. En toen kwam ik achter dat ik al best wel veel heb voor jullie. Dus ik denk dat ik hierbij de video afsluit. En dan pak ik het morgen gewoon weer op bij de volgende. Anders dan heb je een hele lange video. En daar hou ik zelf niet zo erg van. Ik vind het zelf fijn als ze rond de 15, 20 minuten zijn. En ik denk dat we daar ongeveer wel zijn. Dus dan ga ik me voor vandaag afsluiten. En pak ik morgen gewoon weer de camera op. Dus ik wil je vandaag in deze video een duimpje omhoog geven. Als je de vlogs leuk vindt. En dan niet te vergeten te abonneren op mijn kanaal. Als je dat nog niet bent. En dan zie ik je morgen weer. Morgen de camera op. Bedankt voor het kijken. Doei doei.